Aan tafel zit Theo Medendorp. Hij is onderzoeker in het Vincent van Gogh Museum en betrokken bij een megalomaan project. Werkelijk tegen het krankzinnige aan. Luister goed. 125 schilders hebben jarenlang in een enorme loods in Polen 67.000 schilderijen geschilderd. Elk schilderij is een frame, een plaatje. En die 67.000 frames achter elkaar leveren de film Loving Vincent op. Morgen première in het Van Gogh Museum in Amsterdam. En Theo Medendorp was als adviseur bij dit project betrokken. We zien hier 2 van de 67.000 schilderijtjes die gemaakt zijn in een loods in Polen. Ja. Ja. We gaan straks ook veel van de film laten zien, want je weet eigenlijk niet wat je ziet. Nee. Maar even bij het begin beginnen. Jullie hebben ja gezegd tegen dit project. Ja. Er zal wel eens vaker iets op jullie in de postbus zitten. Ja, enige regelmaat, ja. Nee, we hebben ja gezegd. En dat ook sceptisch in het begin toen het idee kwam. Want je denkt, van, nou, wat je zegt, 67.000 schilderijtjes maken en dat in beweging zetten. En daar een speelfilm van maken die 90 minuten lang dan ook interessant moet zijn. Mm-hmm. Maar het enthousiasme van de makers, Hugh Welshman en Dorota Kobidjelja, die dat hebben gemaakt en bedacht. Dorota heeft het bedacht. Een regisseursduo. Een regisseursduo, ja. Inderdaad. Maar ook partners. En met name hun ongelooflijke specifieke interesse. Dat ze echt heel precies wilden weten hoe Van Gogh het deed. Gaf ons vertrouwen dat het ook misschien wel iets zou kunnen worden. Mm-hmm.